Ja, wat is dat toch met die Nederlanders? Wat is dat nou? Ik bedoel, jullie hebben al de hele afgelopen tijd, heb je het al 100 keer beter dan wij hier in bijvoorbeeld in Spanje of in Italië of in Frankrijk. Want jullie mogen gewoon nog de deur uit. Je kan gaan sporten. Je kan bij mensen nog in de tuin zitten barbecuen. Je winkels zijn open. Je kan nog maaltijden ophalen. Noem het allemaal maar op. En hier, ik kan helemaal niks. Ik mag nergens heen. Helemaal nul. Gewoon gevangenis. Punt. Niet naar buiten. Geen mensen zien. Niks. En dan toch zijn er mensen in Nederland die dan gewoon denken bij zichzelf. Ik ga me niet aan de regels houden. Heb je gezien? Al die steden in Nederland. Alle straten vol met mensen. Terwijl al die burgemeesters die roepen en gillen in paniek tegen die mensen. Blijf nou thuis. Ga nou niet met je hele hebben en houden en je gezin naar buiten en winkelen en door straten lopen. Nee, blijf nou thuis. Nee hoor. Nee hoor. Nee. En wat blijkt? Er komt meer dan 2 miljoen mensen, hè, die hebben besloten gewoon, ik hou me niet aan de regels. En waarom dan niet? Ja, want ze zijn ook zagrijnig, want ze mogen geen familiebezoek en ze mogen dit niet en ze mogen dat niet. En het allerergste, ze kunnen niet op vakantie. En dat is nou precies wat ik altijd zeg. Een Nederlander kan je rustig aan zijn vrouw komen, maar kom niet aan zijn vakantie. Want dan raakt hij helemaal de weg kwijt. Het zijn er dan officieel 2 miljoen, hè? Maar eigenlijk komen er nog, volgens het onderzoek, nog een paar miljoen bij. En die vertonen dan, volgens de kenners, een soort kuddegedrag. Zo van, oh ja, ik zie ze daar allemaal lopen en daar lopen ze ook allemaal. Dan doe ik het ook maar. He, dat is van de club van, weet ik wel, jij steekt jezelf in de brand. Nou, dan doe ik het ook maar. Dat is die club. Die zijn toch helemaal, ik breek mijn hoofd er niet alleen over. Ik kom er niet uit. Want die miljoenen die dus hebben besloten om zich niet aan die regels te houden, zoek nou geen grote groepen op en ga dat nou allemaal niet doen en was je handen en weet ik veel. Blijf thuis. Zo simpel kan het zijn. Maar die groep van 2 miljoen, die heeft u besloten om dit te doen tegen iedereen. Ja, de lange neus. Zoeken jullie het maar uit. Dan worden jullie maar ziek. Of wat dacht je van de zorg die extra onder druk komt te staan door dat gedrag. En dan krijgen die ouderen maar dat virus en overlijden ze maar. Dat is dan de gedachte. Ik bedoel, en dan kan je wel roepen, ja, een economie dan. Ja, wat heb je nou aan een goede economie? Of de economie die beter is? Als je met z'n allen weer op de IC terechtkomt. Want dat zeggen de experts. Als je dit gedrag niet doet, als je je niet aan de regels laat houden, dan komt er dus na de zomer een tweede golf. En dan wordt het nog erger. Nou, dan ben je natuurlijk helemaal gefeliciteerd. Dus, vrienden van die hele grote groep, ik zou tegen jullie willen zeggen, doe normaal en niet asociaal.